Ja, kijk, kun jij eens vertellen over zeg maar, het verschil tussen de eerste en de tweede coronagolf? Want tijdens de eerste coronagolf in jullie huis met de afdeling met Korsakoff niet of nauwelijks geraakt, zeg maar. En in de tweede golf was dat anders. Waar lag het verschil? Ja, nou ja, ik zeg, we hebben het inderdaad tot eind april is het in het parkhuis helemaal schoon gebleven. Dus het was een fijn moment. Totdat begin mei daar de eerste cliënt besmet binnen is gekomen. En het grote verschil wat je zag, is dat met name in de omgeving. Ik kende zelf ook niet zo heel veel mensen die kinderen hadden of partners hadden. Dus met name de besmetting die was heel zichtbaar, was met name in het parkhuis. En ik heb dat inderdaad nog even opgezocht. En er waren gewoon een behoorlijk wat aantal besmettingen, waardoor ook medewerkers besmet werden. Het verschil nu, want we hebben natuurlijk wel over nagedacht van, weet je, waar zit dat dan in? Is dat met name de regio, met name hier in de Randstad, is aardig ontpopt in het aantal coronabesmettingen. Waardoor je sneller het risico loopt, door medewerkers die het mee naar binnen kunnen brengen, familieleden, heeft gemaakt, denk ik, dat we uiteindelijk toch in deze golf het wel binnen hebben kunnen houden. En in die eerste golf was het er wel, maar hadden we ook een vrij actief testbeleid. Dus op het moment dat iemand klachten had, werd hij gelijk in quarantaine op zijn kamer geplaatst en werd een test afgenomen. En ja, tot die, weet je, dan ben je aardig in controle. En hebben we gelukkig geen uitbraak gehad toen. Dus ik denk echt dat het verschil zit in de regiocijfers, waardoor je gewoon, ja, meer mensen hebt in de omgeving. Maar wetenschappelijk onderbouwd is het natuurlijk niet. Het is gewoon het zoeken en het piekeren naar verklaringen, hè? Want je zoekt altijd naar verklaringen. Ja. Nou, hebben jullie dan wel naar aanleiding van die eerste golf nu in het huis een andere aanpak bij de tweede golf? Ja, met Daar meer name het over vertellen? testbeleid, hè? Ja, het advies wat we hebben gekregen. Zeg maar na het publiceren van het rapport, is dat we vooral breed testen. Hè, dus op het moment dat mijn eerste medewerker besmet was en er een bewoner klachten kwam, hebben we gelijk die hele groep waar die mevrouw woont. Want we hebben een woonomgeving van 42 mensen met Korsakoff. En die zijn verdeeld over 6 woongroepen. Dus we hebben op dat moment hebben wij die eerste bewoner, zeg maar, gelijk in isolatie gedaan, die hele groep getest. En al bedacht op het moment dat die bewoner positief zou zijn, dat we dan het hele huis zouden gaan testen. En dan ga je breed testen. Dus dat betekent dat je alle bewoners wekelijks test en alle medewerkers. En we zitten aanstaande maandag. We zijn nu gelukkig sinds van de week schoon. Kloppen hem even af. Maar we doen maandag, zeg maar, op advies ook van het rapport. Aanstaande maandag nog één keer een test, omdat je 2 keer schoon bent na de laatste besmetting. Dus dat is wat we sowieso anders doen. We zetten het testbeleid heel breed in. Dus daarmee haal je, en dat is ook wel typisch, want ik had 19 medewerkers besmet van een team van ongeveer 55. Dus dat is echt heel veel. En dan probeer je ook te piekeren en terug te redeneren van waar kan dat vandaan komen. En steeds haalde ik er wel 1 of 2 uit. Hè, zonder klachten, dat was ook heel typisch. Want in het parkhuis tijdens dat onderzoek kwamen erachter dat mensen met dementie atypische klachten hadden of geen klachten. Dat is bij de doelgroep, maar kan ik straks even verder op ingaan, dat is bij deze doelgroep ook. Maar de medewerkers zijn er maar 2 van de 19 die zich vooraf hadden ziek gemeld met COVID-gerelateerde klachten. De anderen zijn er allemaal uitgekomen op het moment dat we zijn gaan testen en kregen de dag na uitslag kregen ze klachten. Ja, dus en anders hadden ze nog 2 dagen doorgewerkt. Dus ik ben ervan overtuigd, het voelt ook wel veiliger omdat je door dat brede testen uiteindelijk zeg maar wat sneller grip denkt te krijgen op de situatie. Ja, ja, Dus breed testen wordt nu ingezet. Ja, dit is wel impact op de bewoners ook, denk ik. Kun je daar eens wat meer ja, over het is. vertellen? Ja, het is heel interessant, want in het parkhuis wat ik daar heb gezien, is dat heel veel mensen echt heel ziek zijn geworden. Hè, waar vocht en voeding ook een probleem werd en dat mensen heel snel heel ja, slecht kwamen te liggen. Hè, dus een terminale fase ingingen. Ja, hoe het kan hier, ik had 1 bewoner in die periode. Van alle bewoners die besmet zijn geweest, heb ik het over de 18, 18 van de 41. Waarvan er 1 iemand echt in een terminale fase heeft gelegen, maar vervolgens wel weer is opgeknapt. Van de andere 17, van al die 17 hebben er maar 2 mensen klachten gehad. En de rest allemaal niet. Dus dan
heb je alleen maar eigenlijk je positieve testresultaat, waarop je mensen moet proberen te motiveren om in die isolatie te gaan. En het verschil is met een parkhuis, daar gingen gelijk hele delen van afdelingen in cohort, zeg maar. Hè? Dus werden afgesloten. Dus we hadden een prachtig draaiboek gemaakt en van tevoren gedacht, nou, weet je, hoe meer besmettingen, des te beter dat ik kan gaan cohorteren. En op de dag dat we losgingen hier, dacht ik, ja, dat gaat helemaal niet werken. Want als ik mensen ga verhuizen naar een cohortafdeling of een cohort unit, dan gaan ze de hele dag naar hun eigen kamer zoeken. Dus dan ben ik de hele bewoners, de hele dag bewoners aan het vangen om ze weer terug te leiden naar hun eigen afdeling. Dus weet je, opeens kwam er iets in mij dat ik denk, ja, dit is hier, dat moeten we helemaal niet gaan doen. Dus dan ga je op dat moment, zeg maar, je beleid, zeg maar, gelijk terugstellen. Ja, en dan kom je wel bijzondere dingen tegen. Hè? Dingen die je van tevoren niet bedenkt. Want mensen zijn niet ziek, hè? Maar ze moesten wel op de kamer blijven. Dus je bent de hele dag een beetje mensen aan het terugsturen. Mensen die echt ziek zijn, ja, die willen wel in bed blijven. Maar er waren ook bewoners, hè, waar de saturatie, het zuurstofgehalte in het bloed gewoon heel erg laag was. En vervolgens koppelden ze zichzelf af, want dan vonden ze het wel weer voldoende en genoeg geweest. En dan stond de zuurstofconcentrator op de gang. We hebben gehad, dat, weet je, bijna tegen mijn medewerkers uitvloog van, ja, hallo, als iemand in isolatie zit, dan moet daar een plakkaat op de deur, hè, van dit is een isolatiekamer. Hè. Nou, en iedere keer waren die plakkaten eraf, ja, die haalden ze zelf eraf. Dus op het moment dat wij er weer een plakkaat, hè, dan maak je ze bijzonder, dat is anders dan anders, dus hun rukken dat weer van de deur af. Zetten de prullenbakken weer op de gang. Maar ook wel, en dat is wel, hoe krijg je besmettingen? Er wordt nog best wel eens wat gehandeld in check. En dan is het niet zo handig op het moment dat jij een check, een gelekt checkie van een besmette cliënt krijgt, die je dan aan de buurman geeft die op een andere groep woont. Ja, weet je, je staat erbij, kijkt en dat je echt denkt van, wat gebeurt er nou? Ja, dan ben je soms gewoon net te laat. Dus je moet heel creatief zijn. Want het heeft wel impact gehad, hè? Want wij doen alles in de structuur, dus alles op vaste tijden. En opeens, op een dag, is dat allemaal anders. Dus de werkplaats was dicht, want daar zijn de besmettingen begonnen. Dus al mijn personeel daar ook was ziek, dus ik moest dicht. Ja, en dan kunnen ze niet meer naar de werkplaats. De activiteiten gaan niet meer door, dus alles moest op die groep plaatsvinden. Ja, weet je, en dan 10 uur is rooktijd, zeg maar wat. En dan 10 uur staan ze voor de rookkamer, want dat deden we altijd. En nu is dat allemaal anders. Dus het heeft best wel een poosje geduurd dat iedereen in de structuur zat van dat we in quarantaine zitten. Ja, en dat mensen mochten niet alleen naar de supermarkt, ja, hoe ze het voor elkaar krijgen, soms je keer je kont en kwamen ze met een tas boodschappen terug. Dus COVID en Korsakoff is een hele bijzondere combinatie. Je moet ook creatief zijn bij deze doelgroep. Maar het meest bijzondere vind ik dat eigenlijk bijna niemand ziek is geworden. Ja, ja, je zegt ook gewoon, werk heel erg vanuit de structuur met die patiëntengroep. En je krijgt dan eigenlijk te maken met dingen waar je vooraf niet aan had kunnen denken. Nee. Dat is denk ik schakelen. Hè? Ik denk dat op zich, als je in de zorg zit, de creativiteit een van de competenties die je moet hebben. Zeker bij deze doelgroep. En is dat constant bijschakelen. Dus dat vraagt van je team ook heel veel flexibiliteit. Want mensen zijn gewend. En weet je, dan ben je druk als team. Dus het was belangrijk om je bezetting goed te houden. Maar COVID of geen COVID, structuur is structuur. Dus 8:30 ontbijt is 8:30 ontbijten. En dat zit er zo ingesleten. Ja, dat ondanks dat de boel ontploft, zeg maar, om je heen. Dat het ontbijt van 8:30 wel doorgaat. En dat sigaretje inderdaad, wat we roken, ook doorgaat. Ja. En dat maakt dus dat je als team, zeg maar, als medewerker, zeg maar, en dat hebben ze supergoed gedaan. Toch aan de ene kant je handen vol hebt om zieke mensen na te lopen. Hè, of ze te begeleiden, want ja, ze roken natuurlijk. Dus dat moest je ook een hele procedure opzetten. Want die besmette mensen, ook diegene die ziek was, die moest toch gaan roken. Want zo zit dat in de structuur. Ja, die moesten dan in volledig PBM. En op een gegeven moment hadden we ze zo geïnstrueerd dat ze zich op de slaapkamer volledig in PBM staken. De gang overstaken naar het balkon om daar een sigaretje te roken. Ja, weet je, als dat soort belangrijke dingen kunnen doorgaan. Daarmee hou je de gemoederen ook wel nog wel een beetje gezellig. Ja, precies. Wat voor hun belangrijk is, dat moest ook echt wel doorgaan. Ja. Ja. Hoe is jouw team daarmee omgesprongen? Hadden ze vanzelf die flexibiliteit om met die situatie om te gaan? Of heb je daarin nog bewust moeten trainen bijvoorbeeld? Ik denk dat het vooral belangrijk is, dat heb ik ook uit de eerste golf, is inderdaad dat je ook als
leidinggevende of als coach of als manager bij de start van de dag ben en ook regelmatig evalueren. Dat je ook even toetst van, weet je, trekken we het allemaal nog wel? En nu zie je ook dat de bewoners, die worden het nu een beetje zat, hè, want we zijn eigenlijk schoon, dat weten ze ook. Dus hun willen wel uit quarantaine. Terwijl dat ik juist ook met deze groep het ook niet kan hebben om nu zeg maar in quarantaine te zitten, het los te gaan laten en volgende week weer in quarantaine te moeten. Want dan gaan we zeg maar een beetje hoppen. En dan raken ze daarvan in de war. Dus ik ben blij ook dat ik het testbeleid zeg maar, van het UMC kan volgen. Zodat we inderdaad ook gewoon twee keer nog één keertje gewoon hopen te testen. En dat we langzamerhand weer uit die quarantaine moeten. En ja, de teamleden die hier werken, ja, die zijn op zich al creatief. Want we werken al met de doelgroep. Ja, dus dan wordt er best wel wat van je gevraagd. En heel veel overleg en goede communicatie. Dus ook een aantal momenten op de dag gewoon eventjes evalueren. En even vragen van hoe staan de kopjes erbij? Is er nog extra ondersteuning? En ik ging vaak op pad met de arts om uit te leggen van waarom dat de afspraken zijn zoals ze zijn. Want er komen natuurlijk wel wensen. Mensen willen boodschappen doen of naar buiten of naar familie. Of ja, daar ben je dan allemaal wel net wat voorzichtiger in. Dan moet je wel een goed verhaal hebben. Ja, anders dan bij mensen met dementie. Ja. 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 En merk je ook, ja, ik had daar wel een beetje aan, maar dat het draagvlak onder de patiënten misschien wat minder wordt? Of, Sorry, ik stond de... Dat het draagvlak van de patiënten, dat iets minder wordt voor maanden. Ja, ja, jawel. Mensen worden het zat, weet je. En ik vind het knap, want er zijn gewoon mensen die een aantal keren positief testen achter elkaar. En die ook nog lichte klachten hadden. Ja, die ze hebben gewoon bijna 3 weken op hun kamer gezeten. Ja, op een gegeven moment word je dat meer dan spuugzat. Of dat je niet even een blokje buiten mag lopen. Dus daar zijn we nu wel maatwerk aan het leveren. Om zeg maar die spanningsreductie een beetje terug te brengen. He, want als je maar constant het gevoel krijgt dat je opgesloten zit. En dat was in het begin ook. Ook een omgeving reageert. Hè, van ja, dan zie ik ze met z'n allen in het busje zitten naar de werkplaats. Ja, weet je, we zijn eigenlijk één familie. Hè. Eén groep is één familie. En zo benaderen we dat ook. Maar naar buiten is dat gewoon heel erg lastig. Terwijl ik zo blij ben geweest dat die dagbesteding die wij ook hebben, waar ze elke dag naartoe gingen, dat tot eind oktober eigenlijk door is kunnen gaan. En dat is voor hun een houvast. En ook het er even uit zijn, even iets anders doen, even tegen andere gezichten aan te kijken. Dus ja, je merkt dat ze het wel een beetje zat worden. Ja, je had het net over extra maatregelen die je neemt om die stress wat af te laten nemen. Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Ja, ik zeg op individueel niveau doen we activiteiten met bewoners. We proberen maatwerk als mensen willen gaan logeren, met name de mensen die de COVID hebben doormaakt. Die willen dan bijvoorbeeld weer een nachtje logeren bij hun vader of moeder. Ja, weet je, daar gaan we gewoon echt heel kijken van wat kan wel en wat is veilig. Anders denk ik ook dan in een PG-huis, dat je net wat meer maatwerk levert. Of dat je met mensen naar de winkel toe gaat, dat je met ze in de supermarkt, dat je een beetje kan sturen als het nodig is. Maar dat ze zelfstandig naar huis lopen, dat je mensen ook wat vertrouwen geeft dat ze ook zelf wel wat kunnen. En daarmee maak je het net wat draaglijker. Ja, precies. Ja. En tot slot, ik weet niet of dat rapport is waar jij het net over had, maar er is dus een onderzoek geweest naar de verspreiding van COVID-19 in verpleeghuizen. Ja. Wat zijn de belangrijkste lessen voor jullie geweest? Nou, en namelijk wat ik net ook al aangaf, zeg maar het testbeleid. Hè? Het brede test is er bovenop zitten. En met name zeg maar van tot die cohortering en die quarantaineperiode. Dat is gewoon voor ons wel heel erg belangrijk geweest. Want dat geeft ook wel het gevoel dat je, ondanks dat we nu schoon getest hebben sinds 5 weken, dat we toch nog inderdaad, als het rapport er niet was geweest, had ik niet nog doorgetest. Precies. Anders hadden we het inderdaad sneller, denk ik, losgelaten. En nu denk ik, ja, vorige keer heb ik er ook opeens zomaar 2 uitgehaald. Terwijl dat het veel logischer had geweest dat die bewoner al een eerder stadium besmet had geweest. Dus het is zo'n grillig virus. Hè. Je probeert het te begrijpen. En nog snap je er niks van. Ja, dus ja, dat is eigenlijk de lesson learned. Hè. Ja. Ja, precies. Ja. Ja. Okay. Ja, dat was ook weer wat ik wilde weten. Bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Spreek me graag. Succes nog. Zeker. Dankjewel. Okay. Doei. Dag.